en welkom weer bij de weblog van Planet Micron. We gaan even kijken naar de update van vandaag. En bovenin zien jullie dat de waterval al beweegt, maar daar ga ik op dit moment nog even niks van laten zien, omdat hij nog niet klaar is. Sorry. We kijken vandaag even naar een paar kleine updates op de planeet. Zoals jullie zien, zijn er een paar dingen veranderd. We zien een paar uitsteeksels en we zien een paar textures die op de planeet anders zijn. Maar het grootste verschil, of een van de verschillen in ieder geval, die ik even wil laten zien, is iets waar ik de vorige video even over gesproken heb. En dat zijn de bomen. Ik wil namelijk de bomen gaan animeren. En ik heb ze al een beetje geanimeerd. Ze moeten als het ware op de wind bewegen en een beetje op en neer gaan. En dat is voor een gedeelte wel gelukt, zoals je hier beneden ziet bij die onderste boom. Maar zoals jullie ook zien, bewegen de bomen niet altijd. Ze staan namelijk even stil. Net zoals we even kijken aan deze kant. Ze staan nog allemaal even stil en op een gegeven moment gaan ze bewegen. Dan gaan ze hun animatie doen, zoals nu dus. En die doen ze één keer en vervolgens gaan ze weer stilstaan. En dat is eigenlijk niet wat ik precies wil hebben. Nu weet ik waar dit aan ligt en ik heb het probleem namelijk even voorgelegd aan de mensen van VR for Max. En ja, ik weet hoe ik dit kan oplossen en het is gewoon een kwestie om daar gewoon even wat tijd in te steken. Misschien dat ik dat binnenkort doe, maar het kan ook zijn dat ik dat over een tijdje pas doe. Het is eigenlijk nog niet zo belangrijk. Als ik maar weet hoe ik het kan oplossen, dan is het eigenlijk genoeg. Wat ik jullie wel even wil laten zien is een nieuwe boom. Niet die, maar die. Dit is namelijk het nieuwe model wat ik op de planeet heb gezet. En hier staan er op dit moment twee van. Het is namelijk de Media Tree. En hierin laat ik verschillende dingen van mijn werk zien. Dus bijvoorbeeld schetsen, Photoshop dingen, 3D modellen, plaatjes, screens, alles wat eigenlijk stilstaat. Dat laat ik hier op de schermen zien en de schermen bewegen een beetje, geven een beetje ruis. En dat maakt het allemaal weer net iets levendiger dan normaal. Ik denk dat het wel leuk is als je hier voorbij loopt en de schermen gaan knipperen of ze gaan aan, ze springen aan en dan kun je dingen van mij zien. Het blijft natuurlijk een portfolio. Het is even kijken hoe dit uitpakt, maar ja, het ziet er wel interessant uit. En het is een opvallend object op de aarde, op de wereldbol, dus ja, het zou best wel eens wat aandacht kunnen krijgen. Nou, voorlopig is dit eigenlijk weer de update van vandaag. Het heeft allemaal veel tijd gekost, maar ja, met kleine stapjes gaan we toch vooruit. Ik heb vandaag in de trein verschillende schetsen gemaakt en die laat ik morgen zien. Dus het wordt geen video, maar het worden plaatjes. Maar ik hoop dat jullie het interessant vonden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.